Het meest opvallende verschil met het nieuwe verblijf ten aanzien van het vorige is dat er veel meer keuze is voor de dieren. Het verblijf is maal 5 in oppervlakte, maar vooral is het heel erg gecompartimenteerd in grote kamers, zeg maar, waar de dieren kunnen kiezen om in te verblijven of naar de volgende kamer door te gaan. En dat maakt het heel sterk omdat bonobo's leven in een fission-fusion gemeenschap. Dus ze splitsen op en ze komen terug samen en ze splitsen op een andere manier op en ze komen weer terug samen. En dit verblijf laat dat echt allemaal toe. Bonobo's zijn erg sociale dieren. Ze hebben ook een heel complexe sociale structuur en zijn heel veel subtiele interacties gaande. En wij hopen door het feit dat ze in dit nieuwe complex ook kunnen kiezen om samen te zijn of op te splitsen, dat we heel veel van die subtiele gedragingen ook gaan zien wanneer de groepjes zich gevormd hebben volgens hun volledig eigen keuze. Wat heel typisch is aan dit verblijf, is natuurlijk ook dat we de bezoeker een beetje meer uitdagen om op zoek te gaan naar de bonobo's. De bonobo's hebben meer plaats gekregen. Ze kunnen zelf vrij bewegen in alle ruimtes die ter beschikking zijn, inclusief ook het eiland, niet te vergeten. Dus de bezoeker moet meegenomen worden in het leven van die woudonderzoeker, die veldonderzoeker, die ook elke dag opnieuw moet op zoek gaan naar de bonobo-groep die hij de dag voordien bestudeerd heeft. En het is in die sfeer dat we de bezoeker willen meenemen. Onze inspiratie hier om dit project neer te leggen, dat komt natuurlijk niet uit de boekjes, want er was niks beschreven. Dat komt uit onze eigen ervaringen. Want 25 jaar geleden zijn wetenschappers vanuit Plankenaal vertrokken naar Congo om daar in de voetstappen, zoals Jane Goodall en Diane Fossey dat hebben gedaan voor de chimpansees en de gorilla's, om dan ook op hun manier de bonobo's te gaan opzoeken. Dus niet gehabitueerde bonobo's die overal in de bomen zaten en waar ze toenadering moesten zoeken. Ze moesten een kamp opzetten enzovoort. Ze moesten leren overleven. En die sfeer, al die attributen gaan we hier ook in Plankenaal tonen. Het is echt ons kamp uit Congo. Wie bonobo's zegt, zegt uiteraard zo Plankenaal. Want 30 jaar geleden, toen hier het bonobo-project zijn eerste versie kreeg, dan waren de bonobo's volledig onbekend in Vlaanderen, in België, misschien zelfs verder in de wereld. En het is door het werk dat hier in Plankenaal verricht is aan de bonobo's, dat bonobo's echt op de wereldkaart gezet zijn. En daar mogen we toch wel fier op zijn. En dat is ook de reden dat Plankenaal blijft investeren in de bonobo's. Zowel in het werk in het wild, als in investeringen zoals nu hier in Expeditie Bonobo. Een van de redenen dat we echt voor de bonobo's een voorbeeldfunctie willen vervullen, is natuurlijk ook gerelateerd aan het feit dat wij het stamboek beheren en het internationaal kweekprogramma coördineren. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk voor alle bonobo's die in dierentuinen leven, in de wereld, zeg maar, en Europa meer in bijzonder en meer gedetailleerd, dat wij eigenlijk daar de genetische verwantschappen opvolgen en de adviezen leveren over welke dieren moeten uitgewisseld worden tussen welke dierentuinen. Ja, het is eigenlijk heel lang geleden dat we hier nog zijn geweest. En nu met nieuwe bezoek nog eens een keer met mijn dochter. Was het wel heel fijn om het nieuwe verblijf van de bonobo's te zien. Het is heel educatief opgebouwd. Ik zie al wel meteen interacties wel tussen de bonobo's als mijn dochter. En we hebben ze net zien eten en dat vond ze wel heel fijn. Echt een heel mooi project, echt heel mooi. Wij vonden het nieuwe bonobo-verblijf heel mooi, hè? Ja. Mooi gemaakt. Heel makkelijk om te rijden met de buggy en te voet. Veel mooie apen. Wij moesten er wel mee lachen, grappig. Ja, Bob.